we braken eigenlijk in op de FM-band, zeg maar. Maar dat was illegaal, dat mocht niet. En dat was ook wel het leukste eigenlijk. Is dit het Piratenradiostation? Oh, heerlijk, ik kom even naar binnen. Wat is er nou zo mooi aan dat Nederlands immaterieel erfgoed? Dus aan de piratencultuur? Moet ik jij luisteren? Onze taal, ons Nederlands lied, ons hart en ziel. Daar moeten we toch gek mee zijn. En hoe je het dan later noemt, tuurlijk is het erfgoed. En immaterieel, omdat we het niet kunnen vastpakken. Maar het is het allerbelangrijkste. Het is het bloed van de samenleving. Voelt het een beetje als een prijs voor wat u altijd, waar u altijd voor heeft gevochten? Ah, als een prijs weet ik niet. Maar het is wel leuk dat het gewoon dat het erkend wordt. Dat is wel belangrijk. In principe, normaal gesproken, is het illegaal. Wat was er nou eigenlijk altijd illegaal aan? Wat er illegaal aan was, zeg maar, dat we zetten de mast ergens neer in de zender. En we braken eigenlijk in op de FM-band, zeg maar. Ja, dat was illegaal, dat mocht niet. En dat was ook wel het leukste eigenlijk. Iets wat niet mag is altijd leuk, toch? Ja, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik wel. En de bedoeling is eigenlijk van de piratencultuur dat er met name Nederlands muziek wordt gedraaid, toch? Ja, Nederlands, Duits, instrumentaal. Weinig gehoorde muziek, zeg maar, dat is het mooiste. Ze zijn eigenlijk nooit echt bekend geworden, maar in onze cultuur, zeg maar, in het noorden van het land, is bijna iedereen die dit kent. Op een gegeven moment word je besmet met het virus. En dan denk je gewoon van, nou weet je wat, ik ga gewoon achter in een schuur bouwen en daar een hele studio met 25.000... Ik denk ongeveer 25.000 platen, ja. Ja. Ja, mooi hè. Ja, we zitten allemaal niet te wachten op flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek. Gelukkig zijn er zenders als Radio NL voor het volkse Nederlandse lied. 100% NL. Voor het zogenaamde betere Nederlandse lied. Gelukkig zijn die zenders er. Maar Hilversum, hè, de NPO zou veel meer aandacht moeten gaan besteden aan het volks Nederlandse lied. Want het volk wil dat. De tenten zitten vol. Het mega piratenfestijn, bomvol. Nou lekker, dit moet natuurlijk ook even tussendoor af en toe een lekker biertje. Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja. Misschien mag ik dat niet vragen, maar wat is dat dan waard? Zo'n collectie met 25.000 van die plaatjes? Daar praten we niet over, goed? Nee? Nee, daar praten we niet over. Ja, ik zie hier nou allemaal ouderwetse plaatjes staan, hè? Maar komen er nog nieuwe zangers terecht in de piratencultuur of zit die pot dicht? Ja, heel af en toe vindt iemand nog eens een keer een plaatje, zeg maar. Maar die wordt gewoon ergens weer opgeduikeld in een vinylcollectie. En dan wordt die bekend en dan wil iedereen dat plaatje weer hebben. Maar echt nieuwe artiesten? Nee. Dus ze sterven eigenlijk allemaal even onbekend als meneer Van Gogh. Ja, zo ongeveer. Wat moet je hier nou mee doen, jongens? Echt. Verschrikkelijk. Jij kondigt aan Peter en de Rockets met Geloof maar dat ik ren. Oké, dit is het nummer Geloof maar dat ik ren. En wij rennen nu weer terug naar Amsterdam. Hai u. En als hij er niet ontdekt, dan moet hij nog aan de lopen. Komt aan, mensen. Een hele goede middag.